Kelly, het is niet je eerste Europese titel, maar volgens mij betekent die heel veel. Ja, deze Europese titel betekent toch best wel veel, omdat ik de laatste tijd heel hard voor heb gewerkt. En zoals je ook al kon zien, had ik gewoon enorm veel last van spanning. En die spanning was er eigenlijk elke wedstrijd. Waarom, weet ik niet. Het is natuurlijk, het blijft een EK en het blijft spannend. Maar goed, je zou zeggen dat ik met al mijn ervaring natuurlijk internationaal wel een stuk beter moet weten. Maar goed, de spanning was er wel. En vandaar dat ik gewoon ontzettend blij ben met deze Europese titel. En ik heb er gewoon hard voor gewerkt en ik ben blij dat ik hem in mijn pocket heb. Plus, het is nou officieel dat ik mag zeggen dat ik sowieso naar Rio de Janeiro ga. Dus dat vind ik ook heel awesome. Je begon wel slecht aan de wedstrijd. Ja, klopt. Ik had dit toernooi niet echt lekker gevoel. Ik moet echt knokken voor mijn punten en ik timde de ballen weer niet goed. En ja, ik moest me eigenlijk steeds maar erin lopen knokken en knokken en knokken. En ik merkte eigenlijk, nadat de eerste game gespeeld was, bij alle wedstrijden, dat de spanning een beetje van me afviel. En dat ik dan gewoon wel kon spelen en wel mijn ding kon doen. Meer ballen op tafel speelde. Niet alles hard, niet alles. Ik kon helderder nadenken op een of andere manier. Je verliest de eerste game, daarna win je de drie redelijk makkelijk. Wat maakt dan het verschil? Ja, ik ben tactischer gaan spelen op haar. Kijk, ik ken haar natuurlijk ook door en door. En al mijn tegenstanders kennen mij door en door. Dus ze weten waar ze moeten spelen, waar ze moeten serveren, waar ze moeten plaatsen. Ja, en ja, dat weet ik bij hun ook. En eigenlijk heb ik toch wel proberen mijn rust te bewaren. Ondanks dat ik weet dat zij ook een enorme vechter is. En enorm vooruit aan het gaan is. Dat is echt, dat wordt een hele grote concurrent voor mij. Of is ze eigenlijk al. En altijd al geweest. En wat is dan het verschil? Ik durf het niet te zeggen. Nee. Ticket voor Rio in de pocket, zoals je al zei. Wat geeft dat voor gevoel? Ja, dat is op zich wel lekker natuurlijk. Ik stond op de wereldranglijst wel hoog genoeg. Dat ik waarschijnlijk wel voor de wereldranglijst in januari ook wel zou plaatsen. Maar het is nu oktober, dus het is wel leuk dat ik nu al kan zeggen dat ik sowieso officieel naar Rio mag. En met dit goud ben je weer Europees, wereld- en Paralympisch kampioen. Klopt. Nou, dat klopt. Ja, dat is wel leuk. Zeker. Ja. En ik weet het niet. Gefeliciteerd. Dankjewel.